Lieve jury, mogen wij beginnen? Nee. Ja, wij mogen beginnen. Kunnen zich wel legitimeren met u wel van de jury, hè? Oké. Okay. Goed vertrouwen dan, hè? Dames en heren, goedemiddag. Allemaal bedankt dat jullie allemaal voor ons speciaal zijn gekomen, hè? Zo gaat het nog eenmaal. Wij zijn de Originals. Die naam hebben we zelf niet verzonnen, daar kunnen we niks aan doen. Sorry daarvoor. We willen beginnen. We spelen hier een aantal jaren in Hogeloom. En normaal hebben we het onze traditie gemaakt om allereerst de jury te gaan begroeten. Dus traditiegetrouw zoals wij zijn. En om extra punten te scoren gaan we nu over tot het begroeten van de jury. Go jongens, go, 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 go! Hey, hop, hè, hop! Het is maar een formaliteit natuurlijk, hè? Oké. Okay. Goed dan, wij beginnen met het voordragen van een stukje poëzie. Sorry jongens, poëzie. Even op de tanden bijten. Niet ongewoon hier in Hogeloom. Wel ongewoon, niet ongewoon, laat het maar zeggen. Dames en heren, het is een stukje poëzie gecombineerd met de free jazz ondersteuning van mijn kompanen. Daar gaan we dan. Even serieus uw aandacht, hè. Jongens, klaar? Jongens. Ronald, klaar? Ja? Okay. Jury, klaar? Okay. Poëzie. Meneer. Ik probeer eens voor te dragen. Meneer, het eigen werk. Sorry, dat is allemaal live. Bedankt, hè. Dank je. Na afloop dan, hè, drinken we samen eentje. Dames en heren, poëzie. Zoet van zweet, bier, speeksel en urine. Spannend, hè. Raakt aan de kook wanneer wij muzikanten aan de beurt zijn. Koper, zwaar koper, ventielen, dikke ventielen, toeters aan bijbehorende wel een anazuur, lipstammen en smeerolie worden toegevoegd. Longen worden gevuld met zure lucht. Vervuild komt de lucht weer naar buiten. Toehoren slokken de klanken gretig op. De druk komt op de ketel. Het kookpunt is bereikt. Shake hands, don't try this at home. Here you go.
Dank u.